Op woensdag 11 mei herdachten we in Steen nogmaals onze bevrijding. Anders dan anders. En wel via een herbenoemingsceremonie van het viaduct aan de Napoleonsbaan dat in februari 22 officieel de naam Bart van Bokstel kreeg na de soldaat welke uit Urmond afkomstig was en sneuvelde na zijn uitzending naar Kosovo op 26 juli 2006. Deze woensdag 11 mei vond in besloten kring een bloemlegging plaats bij het viaduct Bart van Bokstel aan de Napoleonsbaan onder de Rijksweg A76. Vertrok de stoet naar de ceremonielocatie voor het gemeentehuis. Grote eer u als burgemeester van de gemeente Steyn namens het gemeentebestuur welkom te mogen heten bij de herbenoemingsceremonie van Bart van Bokstel. Maar we gaan ook in de loop van de middag stilstaan bij de Old Hickoryboom en het Anjerperkje. En ik wil natuurlijk een speciaal woord van welkom richten aan de vader van Bart, de zus van Bart, maar ook aan de vertegenwoordigers van het ministerie van Defensie, het landelijk en het lokale veteranenplatform, aan de voormalig commandant van Bart die ook aanwezig is en natuurlijk aan vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat die vanmiddag aanwezig zijn en natuurlijk een ieder die vanmiddag deze viering bijwoont. Vervolgens zullen wij vanmiddag een aantal mensen het woord voeren. En als eerste zal het dadelijk zijn de André Odenkirche, vertegenwoordiger van het Landelijk Veteranenplatform. Daarnaast zal namens het ministerie van Defensie luitenant-kolonel Jos Huppers het woord voeren. Daarna de heer Luddy de Vos, de voormalig commandant van Bart. De heer Van Bokstel, de vader van Bart. Ik wil het kort hebben over de impact dat het overlijden van Bart heeft gehad op mij als vader. Bart, eenmaal militair, die hield van uitdagingen aangaan en van verantwoording nemen. Het gaat over Bart en over mij. Bart is mijn voorbeeld geworden. Vroeger gaf ik als vader het voorbeeld, nu is het Bart. Bart ook als voorbeeld voor generaties dat je vrijheid niet voor niets krijgt. Op de ochtend dat het naambord werd bevestigd was ik erbij om vanaf het begin de confrontatie aan te gaan. En confronterend was het, de naam van je zoon op een bord dat aan een viaduct wordt bevestigd. De weg die we samen hebben afgelegd op weg naar vandaag, zeg ik even, want ik heb Bart nooit gekend, maar het werd net al gezegd, door de gesprekken met hun heb ik me in ieder geval een heel goed beeld kunnen vormen van inzetten voor vredesmissie om een groter doel te dienen. En dames en heren, dat vergt moed. En ik zou het nou fijn vinden als de mensen die aanwezig zijn vanuit het lokale platform even naar voren komen, de veteranen. Dus wij zouden heel graag daar een vrijheidsboom planten. Zodat iedereen die richting gemeentehuis gaat, nogmaals de plek en het huis van ons allemaal, in ieder geval daarbij stil kan staan. Boom en perk zijn een eerbetoon aan de veteranen woonachtig in Steyn en zijn zodoende goed zichtbaar voor iedereen. Na een muzikaal intermezzo vertrok het gezelschap naar de raadzaal voor een drankje en een gezellig samenzijn.